goal voor Nederland. Ready? 3, 2, 1. Wij zijn de 4x400 meter estafette mannen. Dat mag ook op camera. Wij zijn de meest vette mannen. Nog eentje, nog eentje. Wij zijn de 4x400 meter estafette mannen. Nou, lekker jongens. Op die Olympische 4x400 meter racen jullie team naar het zilver. En wij zijn benieuwd naar het geheim achter zo'n topestafette. Welke loper doet wat en hoe geef je dat stokje eigenlijk door? Zijn jullie er klaar voor? Countdown. 1, 2, 3 en go. 1, 2, achter. Door. Take 2. Hallo, ik ben Nili Marvin Bonifacia. Ik ben Jochem Dobber. Ik ben Terrence Agard. Ik ben Isaiah Boers. In deze video laten zij jou zien hoe een estafette werkt, showen ze de ins en outs van het wisselen en we gaan het natuurlijk over dat stokje hebben. Brons? Nee, echt goud hè? Ja, tuurlijk. Klaar voor de start? Als eerst, hoe werkt zo'n estafette over 4x400 meter? Het begint natuurlijk met de startloper. De startloper die heeft het stokje en die begint vanuit het blok. En in de baan. Dus de startloper die loopt één heel rondje. En dat gebeurt ook dus nog in je eigen baan zonder geduwen getrek van andere mensen. Maar er zijn wel lenen, dus die blauwe lijn. Dus je moet in die hokje proberen te wisselen. Ja. Proberen niet, het moet gewisseld worden in die hokje. Daar staat Terrence Agard. En die krijgt het stokje nu. Loper nummer 2 die loopt de eerste 100 meter in zijn eigen baan. En daarna gaat hij invoegen. Dit is waar het lastig kan worden, want dan kom je al je tegenstanders tegen. Iedereen wil naar baan 1. En Agard die zo'n geweldige versnelling doormaakt en dus van 6 naar 4 gaat. Ja, daar ga je de race bepalen. Ga je dat volhouden en zo geef je een stokje over aan de derde loper. Bij de derde loper wordt het druk met wisselen, want dan staat iedereen op een rijtje. Ja, Nederland doet mee. Nu Van Diepen, kop erbij houden, goede positie kiezen. En dan is het duwen, trekken, inschatten hoe hard je teamgenootje aankomt lopen. Het stokje niet laten vallen, that's it. En kijken of je positie kan winnen. Een beetje duwen, een beetje trekken. Nederland op de derde plaats. De derde loper blijft in baan 1 of 2 lopen om in te halen eventueel. Of probeert zijn positie te verdedigen. Hoe verdeelt Van Diepen zijn krachten? Die geeft het over aan de vierde loper. Een vierde loper is je positie ook verdedigen. En als je nog die extra edge hebt om nog iemand voorbij te gaan, dan is het ook gaaf. Ja, en finishen. Het liefst als eerste. Ja, als eerste. Ja. Nederland veruit de beste zelfs. Van Tony van Diepen loopt superieur op die laatste meters. Goud is binnen. 3:03:46. Hey, waaraan herkennen we jullie eigenlijk op de baan? Oh, aan mijn bril. Misschien als ik dit doe voor de camera. Afgelopen NK had ik groen haar. Hopelijk in de toekomst wil ik ook allemaal gekke kleuren in mijn haar zetten. Oeh. Eerst over de finish kom, meestal. En door. Tijd om het stokje door te gaan geven. We gaan wisselen. Dat doe je in het wisselvak. Let's go! Je ziet dat de wisselvak in de 4x4, dat begint hier met de rode haakjes tot aan de andere rode haakjes. Dat is 20 meter. Daarbinnen moet je het stokje dus doorgeven, anders is het meteen over en uit. De volgende loper maakt trouwens een vliegende start. En dat luistert erg nauw. Het is een beetje inschatten. Op het moment dat je ziet dat bijvoorbeeld Terrence heel hard aankomt lopen, dat Terrence nog fris uitziet en dat je ziet dat hij veel snelheid heeft, dan ga ik iets eerder weg. Gaan we op iets hogere snelheid proberen te wisselen, want dan gaat het stokje gewoon sneller. Maar op het moment dat ik zie dat iemand zwaar heeft, dat hij misschien net iets te veel heeft gegeven in het eerste deel, dan ga ik niet te hard weg en dan wil ik het stokje zo snel mogelijk van hem, zodat we gewoon weer door kunnen. En hoe wordt de volgorde waarin de lopers staan te wachten dan bepaald? Jouw teamgenoot, wie als eerste op de 200 meter punt voorbij komt, zo wordt het team ook opgesteld. Hier het moment, Klaver met de wissel op Peters. Door naar het stokje, what the fuzz is all about. Is dit de vette stok? Ik hou het gewoon vast zelf, een beetje van beneden. Stop de tijd, is hij ruw of glad? Het is glad. Ja, het is glad. Heb je dan wel genoeg grip? Ik heb wel echt snel sweethandjes. Ik ook. Ja, ik ook. Ja, voordat je start doe je een beetje. Je handen vegen. Op het moment dat ik een stokje krijg. Ja, je voelt het niet. Voelt het niet. Alsof je aan je eigen leven vasthoudt. Gewoon zo hard knijpen. No way dat hij uit je handen valt. En is hij zwaar? Hoeveel ounces is dit? 0,8 exact.
Misschien. Maar wedstrijden is af en toe wel wat zwaarder, want soms zitten er van die live data, telemetrie zit erin. Wisselen maar dan. Je komt bij het wisselvak aan. Ik sta ready. Strek mijn hand goed. Ik neem het met links en dan ga ik meteen naar rechts. En dan blijf ik lopen. Dan ga ik heel snel die rondjes op. Als ik ga wisselen, gewoon strak hier. Het belangrijkste is dat de snelheid van de stok niet daalt. Dus wij moeten alleen maar hoger worden. Om die snelheid hoog te houden, deel je als coach je lopers slim in. Zo kun je een 400 meter loper die meer vanuit pure snelheid loopt, eerder in het vak laten wisselen dan een loper die vanuit inhoud loopt. Zo kan de eerste loper bijvoorbeeld 390 meter lopen en de tweede 410. Als laatste heb je nog dat geduw en getrek in het wisselvak. Ja, het is dus heel belangrijk dat je ruimte voor jezelf opeist. Dus nu sta ik eigenlijk veel te dicht op Lee Marvin, die ben ik ook heel lief. Ik doe een beetje naar achter, een beetje ruimte, een beetje mijn billen in tennis duwen. Ja, dus ik maak ook ruimte hier voor mij. Goeie wissel eigenlijk. Eigenlijk wel. Oké. Wat is de grootste valkuil bij het wisselen? Oh, Nederland laat het stokje vallen. Het stokje hebben wij nog nooit laten vallen. Ja. Fingers crossed. Maar kan bij wisselkant best wel gebeuren dat je een aantal posities kwijtraakt. Ik zou zeggen dat als je niet te lief bent voor andere mensen, dan gaat het goed zo. Geen posities verliezen dus. En lekker bovenop die apenrots gaan staan in dat wisselvak. En dan is de sky the limit. Toch? We draaien eigenlijk net pas mee op wereldniveau met het estafette-team. Dus ja, ik denk dat we zeg maar nog veel meer uit onszelf kunnen halen. Ja, nou, USA is het land wat we nog niet verslagen hebben nu. The country to beat. Ja, en wat voor één. Hun wereldrecord op de 4x400 meter stamt uit 1993. Wereldrecord 2:54.29. En op de Olympische Spelen zijn ze al jaren de te kloppen ploeg. Maar er is hoop. Er zijn weinig landen die USA in de geschiedenis hebben verslagen. In Tokio kwamen we redelijk dichtbij. Tokio heeft ons wel doen laten geloven, van waarom niet? Dus wij gaan niet voor niks minder dan goud in Parijs.